humor. Maki. Maar het is van de artiest, toch? Ja. Ik dacht het al. Het kan loopt niet zijn dat het los is. Ja, hier zitten ze, de apen, de rode varies. En één van deze aapjes is vannacht ontsnapt uit Artis. Maar ja, zoals jullie kunnen zien, ze lopen hier ook gewoon los. Ja, Ivar, is het dan niet heel logisch dat één van die aapjes ontsnapt is? Nou ja, als je naar het verblijf kijkt, is het natuurlijk een echt mooi doorloopverblijf. Waar je als bezoeker dus, zoals je kunt zien, heel erg dichtbij komt. Ja. Alleen dat maakt natuurlijk de kans dat een dier er ooit een keer uitkomt ook wel wat groter. Ja, want hoe is de aap ontsnapt? Weet jullie dat al? Nou, we weten niet helemaal precies waar. Een hele enkele keer gebeurt het wel eens dat er hier een dier uit het verblijf springt. En eigenlijk is het zo dat ze dan meestal met een half uurtje weer terugspringen om bij een groep te zijn. Hoe lang duurde het voordat hij terug was? Dat ging eigenlijk best wel snel. Ik kreeg om 11 uur 's avonds een melding en een collega is er meteen daar naartoe gereden. Die woont hier gelukkig in de buurt. Waar zat hij dan? Hij zat hier verderop in de stad, dus nog niet heel erg veel weg. Maar net buiten Artis, zeg maar. Het kan ook weer goed zijn, hoor. Ja. Ik ben er niet op tegen. Absoluut niet. Ze vinden het ook gezelliger om zo bij elkaar te blijven. Ja, ja, het is wel, dat betreft echt groepsdier. Nu, ja, is het feit wel dat er dus één ontsnapt is. Dit verblijf is dus open. Blijft dat zo of gaan jullie dit nu afsluiten? Nou, we gaan het nog niet afsluiten meteen. Dat is misschien wel heel radicaal meteen. Het is een verblijf wat tot 10 jaar staat. Dus dan denk ik dat je met een keer een dier wat na 10 jaar ontsnapt, dat het op zich nog allemaal wel meevalt. En het is voor de bezoekers een hele mooie beleving om zo dicht eigenlijk tussen de dieren door te wandelen. En het zijn hele leuke, heel vriendelijke dieren. Dus ze blijven gewoon hier los rondlopen in Artis? Zeker weten.